Ja, vandaag een bijzondere NEC-update, want ik spreek met twee oud-gedienden van de NEC. Desmond Gemert en Ulrich Grude waren hier even weer terug op de Goffert. En dat hadden ze afgesproken zo, want dat had een bijzondere reden. Oud-voetballers vanuit Suriname waren namelijk overgekomen en ja, die wilden wel eens eventjes hier in de Goffert gaan kijken. Kijk mee naar dit bijzondere verhaal. Ja, Desmond, even terug op het oude nest, hè? Ja, heel leuk om weer terug te zijn. Ik ben natuurlijk redelijk vaak in Nijmegen, maar het is nu wel heel erg speciaal. Maar het is altijd een thuiskomgevoel, dat klopt. Ja, maar je bent hier niet zomaar, je bent met een bijzondere reden hier. Ja, ik ben hier met een bijzondere reden, ja. Ik heb hier natuurlijk zelf 4 jaar gevoetbald en ik heb een Surinaamse vader. En ik werd gebeld door een vriend van mij vorige week, van Desmond. Wiener Schal, die komt hier naartoe. En ik vroeg, wie is Wiener Schal? En het blijkt dus een van de grootste Surinaamse voetballers ooit. Die nooit buiten zijn eigen land heeft gevoetbald. Terwijl hij wel in Europa of in Zuid-Amerika kan voetballen. En die is hier nu voor een tournee. En ik heb via Wilco van Schaik en Sean Knipping heb ik een tour kunnen regelen door het stadion. En dat is voor mij is het heel speciaal. En waarom is het speciaal? Omdat ik deze man ontmoet. Die ik eigenlijk 34 jaar geleden... We weten het allemaal met de vliegramp die ik heb gemist vanwege de na-competitie. Eigenlijk had ik deze man 34 jaar geleden in Suriname ontmoet. Ja, en het toeval is dat ik hem dus nu, 34 jaar later, ontmoet in het stadion waar ik 4 jaar heb gespeeld. Nee, want er zullen een hoop mensen denken, ja, hoe zat het dan ook alweer? Nou, je voetbalde toen de tijd bij NEC, hè? En dat vliegtuig verongelukt, hè? Het was niet zo dat ze voor een interland daar naartoe gingen. Ze gingen eigenlijk om voor een tournee daar. Ze zouden ook tegen verschillende clubs spelen. Tegen de grote clubs in Suriname. Transvaal, Robin Hood, Voorwaarts, Leo Victor. Wat gebeurt er? Wij plaatsen ons voor de na-competitie. Dus ik moest afzeggen. Wij moesten tegen Heerenveen, Go Ahead en Excelsior. En wij moesten op een dinsdag zouden onze eerste wedstrijd spelen tegen Heerenveen. En ik werd bij Leen Looijen geroepen met de mededeling dat het vliegtuig was verongelukt. Voor mijn geluk. Ik ben natuurlijk al mijn collega's, vrienden ben ik verloren. Ik had dus in het vliegtuig moeten zitten. Maar door de na-competitie ben ik bij deze eigenlijk gered. Ja, Ulrich Grude, ook weer even terug op de Goffert. Ja. Hoe voelt dat? Ja, eigenlijk als ik een klein beetje thuis kom. Ik ben natuurlijk niet op een al te leuke manier weggegaan hier. Maar het blijft toch een beetje je club. En dan is het altijd leuk om toch eventjes rond de stadion te lopen. Hè. Rondleiding gaat net. En alles weer te zien. Dat is wel mooi. Wat is jou het meeste bijgebleven van die tijd? Ja, het meeste bijgebleven zijn toch de successen die we hebben gehaald. Hè? Halve finale beker, Ajax uit, bekerfinale Feyenoord. Dat zijn toch altijd de eikpunten uit je carrière. En dat koester je wel, ja. Dan ben je hier sowieso even een welkom weer om iedereen te zien. Hè? Want je kwam ook je oud aanvoerder tegen. Ja, ik kwam Carlos Abers tegen. En leuk om te zien. Ik moet eerlijk zeggen, 1 ding was minder leuk. Want hij herkende Ulrich Grude wel. En hij gaf mij wel een hand en hij keek me eigenlijk zo aan van, wie ben jij? En hij deed mijn pet af. Ja, je hebt een baardje nou, hè? Ik heb nu een baardje en mijn dreadlocks die ik toen had, ja, die liggen ergens in een prullenbak nu. Er werden veel herinneringen opgehaald, ja. Zag ik. Ja, zeker heel veel herinneringen. We hebben hier toch allemaal toch aardig wat jaartjes gespeeld. Desmond, ik. En dan is het leuk om gewoon eventjes die verhalen van elkaar te horen. En dan in deze hoedanigheid ook gewoon rond te lopen in het stadion. Ja, dat roept ook herinneringen op en die deel je dan graag. Ja, er is ook wel veel veranderd, hè? Kwamen we tot de conclusie. Ja, er is heel veel veranderd. Ja, god, ik ben gestopt in 99, dus tel maar uit. Het zou ook niet zo best zijn als er niet zoveel was veranderd. En het stadion zelf is er weinig veranderd. Alleen wat erin is, de kleedkamers, ga zo maar door. Dat is heel veel veranderd en ook ten goede van de club, lijkt mij. Hoe vond u het? Je bedoelt de rondleiding? Ja. Beter kan niet. En elke keer word je iets wijzer. Maar ik vond dat u ook best wel nog wel veel wist over NEC. Ja, omdat mijn neef woont met de auto 5 minuten van hier. En elke keer als ik op bezoek kom, dan brengt hij me om de wedstrijden te zien. En heeft u nog een goede tip voor NEC? Nou, ik heb ze de laatste tijd zien spelen. Dan goed, dan ietsje minder.
Iedereen weet niet, ik alleen, dat toch wel een Cillessen als de laatste dagen zijn, of is. En ik neem aan ook een speler die heel goed gevoetbald heeft voor Ajax. En dat is schön. Maar zijn op de in de middenmoot geëindigd. Maar ik hoop ze natuurlijk het beste, zowel het bestuur, de supporters en vooral de spelers. Ja, het is een man, hij is bijna 80 jaar, maar hij weet alles van en hij wil op de hoogte blijven overal. Dat zag je ook natuurlijk bij die rondleiding, ging overal kijken, hij vroeg heel veel. En ja, dat maakte toch wel toch de mooie mensen en dat hij zich nog steeds zijn kennis wil uitbreiden over het voetbal. Ja, het was een mooie middag om zo mee te maken en bijzonder ook. Dit was weer de NEC-update voor vandaag. We zijn er deze week natuurlijk nog wat vaker. Het laatste nieuws volg je via mijn Twitter-account. En zaterdag natuurlijk die eerste oefenwedstrijd voor NEC. Om 6 uur wordt er afgetrapt in Druten tegen Dio. En daar zijn wij natuurlijk ook weer gewoon bij. Graag tot dan!